Hallo allemaal, welkom bij deze nieuwe vlog. In deze week heb ik een hele hoop nieuwe abonnees erbij gekregen. Dankjewel daarvoor. Ik ben bezig met wat laptopwerk. Een beetje upgraden. Ik heb ook de Peugeot 106 van Yvonne teruggekregen. En die heb ik online gezet. En dat zorgt nogal voor wat opschudding. Op een leuke manier. Dus kijk en geniet naar vlog 98. Ben jij weer aan het doen dan? Nou, voel je je weer een klein kind? We zitten perfect het plaatje te kijken. En ik heb altijd wel eens het idee gehad. Heel veel fantasie. Om mijn Lego te spelen. Nee. Ik ga je misschien straks vertellen wat ik ga doen. Maar misschien ga ik het ook gewoon laten zien. Ja, ik vind het helemaal geweldig. Ga ik dit even opruimen? Jullie gaan zien wat ik ga doen. Opruimen! Ja, maar daarna. Het autootje ligt dus helemaal vol met fotostudio materiaal. Ik heb van voren ook nog een tas en een koffer liggen. Ja, ik heb niet alles meegenomen, maar waarschijnlijk moet wel voldoende zijn om een goede shoot weg te zetten. Ik ben onderweg naar de shoot. Ik heb er echt super veel zin in. Ik snot er nog een klein beetje, maar boeiend. Lekker door. Maar echt super veel zin in. Ik ben er over een minuutje of 10. 10 minuten, een kwartiertje. Dus ik ga mooi op tijd zijn. Ik hoop eigenlijk dat ik mag vloggen tijdens de shoot. Maar dat zal ik eerst moeten vragen. En ik heb haar nog nooit in het echt gezien. En ik heb eigenlijk ook nog heel weinig contact met haar gehad. Alleen ongeveer wat ze wilde. Ja, ik zal sowieso de camera niet meenemen bij de eerste ontmoeting. Dat gaat niet werken. Dus we gaan dat even subtiel aanpakken. Ik ga dat gewoon eerst even netjes vragen. Wow. Oh, blijft toch een genot, hè, die golf. Ik had trouwens nog een kerel die wilde wel 1-op-1 ruilen tegen een Audi A3 e-tron. Dus dat is eigenlijk gewoon ook een 1400 TSI met hybride plug-in techniek. Die had net zoveel gelopen, of ja, eigenlijk 3000 kilometer meer. En dan wou 1-op-1 rijden. Maar die was niet verlaagd, die had geen 17 inch. Er stond S-line op, maar ik had niet het idee dat die laag was. Dus gaat het niet om een exterieur pakket. En ik had ook niet het idee dat er S-line stoelen in zaten. Dus waarschijnlijk gewoon badges erop geplakt voor het S-line effect. Het was wel een mooie kleur. En hij had wel donkere ramen aan de achterkant. Dat is iets wat me echt wel bevalt. Ik zal even die foto laten zien van Marktplaats. Kijk. Ja, jullie snappen natuurlijk met de opties die dit ding heeft en die Audi heeft. Alleen maar voor het merk 1-op-1 rijden. Hij wilde ook nog wel iets bijleggen. Maar ja, hetzelfde jaar. Bijna dezelfde kilometerstand. Alleen ja, dan een Audi. Maar karig in de opties. Ik had zoiets van, ik geloof het wel. Ik ga het voorbij laten gaan. Ik verkoop hem liever voor geld. Of ik verkoop hem liever niet. Eigenlijk, als ik heel eerlijk moet zijn, dit ding bevalt zo goed, ondanks de kilometerstand. Die heeft natuurlijk 263.000 gelopen, 264 inmiddels zie ik. Maar dat ding rijdt gewoon als nieuw. Ik heb het onderhoud alweer gedaan, dus het ding is gewoon perfect. Waarom zou ik hem dan ruilen voor iets waar ik niet weet wat daar eventueel mee is? En dingen op mijn nek halen. Dus ik geloof het wel, ik ga het lekker voorbij laten gaan. Hey Sophie. Hi. Ben je begonnen aan de diamond painting? Ja. Vind je het leuk? Ja. Oeh, het kleurtje scheef. Ik maak het echt uit.
Nou, wie was er dan eerder, kip of de ei? Ei. Ja, waarom? Wie heeft de ei gelegd? Cool. Wie heeft de ei gelegd? Een kip. Ja, en wie heeft die kip? Waar komt die kip vandaan? Een ei. Dus waar komt de ei vandaan? Uit een kip. Dus wie was er eerder? Je moeder. Maar waar komt die kip vandaan? Evolutie. Evolutie. Ik heb een kippenpak gekocht. Telt dat ook? Nee. Nee. Dan is er die hobby auto's. Die ik ook weer een beetje heb aangetrokken. Ik ben bezig met iemand. Een autootje. Het is wel zo dat die auto het niet doet. Maar ja goed, als die het doet, moet ik hem keuren. In principe, als die niet verkocht is, is die voor mij. Ja, leuk om die projectjes weer op te pakken. Daar heb ik zin in. Gaan we samen een puzzel maken? Leuk, vind ik echt leuk. Het is vandaag dinsdag. 8:30 is het. Ik zit in de auto. Ik heb een sleutel en een uitleescomputertje. Ik heb een autootje gekocht. En die doet het niet. De accu is sowieso leeg, maar ja, hij zou ook niet starten. Dus gaan we eventjes naar kijken. En dan gaan we opslepen. En dan gaan we proberen te maken. En wat opknappen. En dan kunnen we hem daarna gaan verkopen. Het is niet een heel duur autootje. Het is weer het segment rond de 1000 euro, zeg maar. Maar het is wel een geinig bakkie. Dus we gaan eventjes kijken of we hem in ieder geval kunnen ophalen, opslepen. En dan aan de praat kunnen krijgen. En dan, ik zou zeggen, kijk maar mee, want ik kan een heel verhaal doen, maar zien is leuker. Nou, we hebben de sleutel. Oh my god. Oké. Nou, dit is hem. Als hij het wel gaat doen, is er nog een hoop werk om hem netjes te krijgen. Maar we gaan eerst eens kijken of we hem hier wegkrijgen. Het is een automaat. Elektrische raampjes. Airco'tje, weet ik niet of hij doet. We mist hier een paneeltje. We gaan eens even kijken of we hem weg kunnen krijgen. Nou, ik kreeg hem inderdaad niet aan. Ik heb eens een neutraal gezet. Dus we kunnen hem gaan verslepen. Maar ik heb zo'n handig uitleeskastje. En die zegt crankshaft position sensor A circuit. Oftewel, de krukassensor sensor zou een fout hebben. Nou, dat is eigenlijk al wat ik dacht. En dan slaat hij gewoon niet aan. Dus als het zo'n fout is, komen we er waarschijnlijk wel uit. Ja, dan kunnen we verder. Zo, zelfs het dashboardkastje zelfs van Ferrari, joh. Oh, er ligt ook wel een hoop rommel in. Deze gaan we even meeslepen. We gaan hem zo snel mogelijk proberen te maken. Het ding heeft ook airco. Dat is ook wel een mooie. En op zich 227.000 gelopen is ook nog goed te doen. We gaan de ding eens even een beetje oplappen. Hij is gewoon overal smerig en hij moet leeggeruimd worden. Maar dat komt pas op het moment dat hij klaar is en dat hij draait. Dus we gaan hem even wegslepen. Dit is mijn somber weer. Ik ben natuurlijk met de Peugeot's bezig geweest. Ik heb de 106 weer teruggehaald en de 206 opgehaald. Ja, de 206 start niet, maar dat is een krukassensor. En die is hetzelfde van de 106. Dus die wil ik even omwisselen om te kijken of de 206 dan start. En als dat goed gaat, dan wil ik gewoon een nieuwe sensor bestellen. En dan kan de 106 alsnog weg. Ik heb een advertentie gemaakt voor de 106. Die, ja, daar heb ik een geintje mee uitgehaald. Dan wil ik nog verder met de aanbouw aan de buitenkant. Maar met dit trieste weer, niet aan auto's, niet aan de buitenkant van het huis. Dus we hadden nog een leuk ideetje voor een challenge, 12 uur challenge. Alleen Sophie werd ziek, dus we hebben besloten om dat uit te stellen naar een ander tijdstip. Misschien volgende week, een andere week erop, ik weet het nog niet, maar in ieder geval een ander tijdstip. Verder heb ik vanmorgen nog audio opnieuw aangesloten. Er zat de padraden verkeerd, waardoor de surround niet zo lekker klonk. En toen ik daar was,
kreeg ik een laptop mee van, goh, kun je daar iets mee op die snelheid te maken, want het ding is niet vooruit te branden. Dus ik heb een SSD schijfje besteld, ik heb nog wat geheugen liggen. Dus ik ga hem strakjes eventjes in ieder geval alvast een backup maken, dan is dat morgen klaar. Morgen komt die schijf binnen, dan kan ik hem opnieuw installeren. En dan de data, de foto's en zo erover zetten, de mails. En dan met dat nieuwe geheugen zal die ook wel een stuk sneller zijn. Sowieso met de SSD schijf wordt die echt stukken sneller. Dus dan ga ik jullie wel even laten zien dat ik ermee bezig ga. En dan ja, voor de rest weer een sombere vlog, denk ik. Maar met dit weer is het eigenlijk alleen maar aan computersleutelen en zo, dat soort dingen binnen. Hier word ik een beetje somber van. Ik wil eigenlijk wel leuks doen. Wat jij dan, vriend? Hm? Wat wil jij dan doen? Gamen? Hm. Oké, okay. Ja, gelijk heb je, maat. Kan gewoon, hè. Hm. Met dit weer hoef je ook niet buiten te spelen, hè? Nee. Dus, en door. Ik ben vast begonnen met de laptop uit elkaar te halen. Want ik moest even kijken welke harddisk erin zat en welk geheugentype erin zat. Dus ik heb de harddisk besteld. Dus ik ga nu in ieder geval even dat ding opstarten. En gaan we een backup maken van de files die erop staan. Dat dat in ieder geval niet misgaat. Oh, dit ding is echt inderdaad heel traag. Oh, dat is een ding traag. Dus dit hebben we nog liggen aan geheugen. Ja, dat gaan we zeker ook nodig hebben. Nou. Dan gaan we de eerste wel even doen, want het duurt allemaal te lang. Zo, stroom eraf. Ja, er zitten twee van zulke modules kunnen erin. Als deze doet, dan zou er 8 gig in zitten. Dat zou natuurlijk wel opschieten. Ja, die gaan we zeker nog even schoonmaken. Ik heb er nu 8 gig in zitten. Kijken of die doorstart. Dat is al een hele mooie upgrade. We zijn van 4 gigabyte intern naar 8 gigabyte intern gegaan. Nu gaan we zo snel mogelijk zorgen dat we van Windows 8 afkomen. En lekker door naar Windows 10 of 11. Door het extra geheugen in de laptop te plaatsen van 4 naar 8 gigabyte. Merk je gewoon dat hij al een stuk vlotter reageert. Als ik nu een venstertje open, dan komt hij ook echt uiteindelijk gewoon. Dat was echt een super drama om een mapje open te krijgen. En een USB-stick, een programmaatje daarvan. Te starten, dat was gewoon niet te doen. Dat gebeurt nu. Hij gaat nu kijken wat hij kan backuppen. En dan gaan we dat op de USB-stick zetten van 256 gig. En als dan morgen de SSD binnenkomt, Windows installeren. En vol gas door naar de volgende stap. Zeg schat, je hebt iets grappigs gedaan. Ja, ik heb de Peugeot te koop gezet. Mm-hmm. Alleen ik heb de advertentietekst niet zo heel erg... hoe moet je dat zeggen? Promotend gedaan. Mm-hmm. Dan krijg ik een berichtje van iemand die zegt: stuur me een tikkie voor 5 euro, want dat is het gewoon waard om te lachen. Een wild vreemde kerel, en wat denk je? Hij betaalt het. Heerlijk. Dit is 100% verdiend door de meester Brein. Stuurt hij nou? Ik stuur hem nu. Gast, bedankt. Nu kan ik de prijs met 5 euro verlagen. Wat zegt hij? Oh, dat vind ik zo mooi. Nee, dit was het gewoon. Oh, heerlijk. Ja, dit is vlogmateriaal. Duidelijk. Alleen nu moeten we nog wel eventjes een link in de vlog doen. Waarof dat je de verkooptekst nog kan lezen. Daar heb je een ideetje voor.
Ik heb iemand die zei ooit altijd van, als je ooit eens een voice-over nodig hebt, en ik denk dat er sarcasme bij zat, maar als je ooit nog eens een voice-over nodig hebt, dan zeg het maar. Ik ga er eens werk van maken. Doe ik morgen, want het is 9:30. Doe ik morgen. Ga ik doen. Dus hier komt ie. Help, wie verlost me van dit vreselijke wagentje? Gebruikt in redelijke staat. Dat is onzin, maar lager kan ik niet selecteren. Het moet zijn totaal afgeracht. Rotter kan niet. Dit spuuglelijke hok moet mijn straat uit. Het is nauwelijks te geloven, maar dit ding heeft nog APK tot 30 juni 2024. Ondanks de hevig tikkende kleppen blijft het kren keer op keer starten. Als na het starten de blauw met witte rook is opgetrokken, kan je proberen de koppeling in te trappen met 2 voeten, maar het beste met 3. Als je dat voor elkaar krijgt, kan je proberen met de 3D geprinte versnellingspook 1 van de 5 versnellingen te vinden. En als je geluk hebt, is het niet zijn R van race, want dan zijn je koplampen rood en je achterlichten geelachtig tot bruin. De import vanuit het buitenland in 2013 moet een ongelukje geweest zijn. Vermoedelijk vonden mensen dit parrel in hun rugzak tussen de toiletspullen, want ik geloof nooit dat hij verder dan 25 kilometer in 1 rit haalt. Het betreft een 1.1 met meestal 4 cilinders. Het gewicht was bij opleveren 790 kilo, maar inmiddels zal dat wel een stuk minder zijn door overmatige roestvorming. Hij is al meerdere keren in de vlog op YouTube geweest en we zijn er zelfs met meer dan 10 personen ingestapt. Hij is echt mega zuinig, want als je er voor 10 euro benzine in gooit, vult hij op een regenachtige dag de rest van de tank met water vanwege de vele lekkages. Ook is hij voorzien van privacyglas middels overmatige condensvorming. En dat is maar goed ook, want je schaamt je kapot als je er piepend en schurend mee om de bocht komt. De radio doet het niet, maar dat maakt niets uit, want die komt toch niet boven het geluid van de verrotte wielagers uit. Heb je toch het lef om hem te willen kopen? Stuur me dan een berichtje. Hij kost 500 euro. Deze had ik niet zien aankomen. Ik heb eerst de nacht gehad. Normaal zet ik mijn telefoon altijd wel op stil en zo. Maar ik heb gisteren die advertentie geplaatst en er was al zoveel op gereageerd op Facebook. En ik dacht, weet je wat, vanmorgen ik wil eens fatsoenlijk slapen. Dus ik had hem ook op vliegtuigstand gezet, zodat ik totaal geen berichtjes kreeg. Nou, ik ben blij dat ik dat gedaan heb. Ik werd om 3 uur wakker gemaakt, want mijn dus die moest dan boodschappen halen voor het avondeten. Want die heeft vanavond een barbecue van werk. Ik zette mijn telefoon aan, van vliegtuigstand af. En ja, zoveel berichtjes heb ik nog nooit in het toestel gezien. Ik ben dus met mijn advertentie ook te vinden op Kakhiel. Jullie hebben dan gisteren gezien dat één zelfs zei van stuur me een tikkie voor 5 euro, want ik vind het geniaal. En het is die 5 euro lach al waard. Mensen die willen hem gewoon kopen voor de fun, alleen maar voor de advertentie. Dus deze vlog gaat waarschijnlijk een beetje toegespitst worden. Op die 106. Er was iemand uit Goes die wilde zelfs samenwerken om de auto te rappen of misschien wel opnieuw te stofferen of zo. Dus ik heb afgesproken dat ik die van het weekend ga contacten. En misschien komt er een hele leuke samenwerking aan. Dat zal dan misschien volgende week zijn of verder weg. Ik weet niet hoe druk hij is natuurlijk. Maar dit is helemaal geniaal. Ik ben echt helemaal overdonderd. Ik krijg van iedereen berichtjes van kijk op Kakhiel. Dat is een pagina waar dat soort, een soort dumper eigenlijk van leuke advertenties. Daar ben ik al terecht gekomen. Ja, helemaal geniaal. Helemaal leuk. Bedankt voor jullie support in ieder geval. Want dit soort dingen, daar doen we het voor. Een beetje die leuke humor opzoeken en bekendheid krijgen daarin. Ja, helemaal super te gek. Ja, het mooiste van alles is, die auto die is niet eens gewoon echt zo slecht. Het ding is eigenlijk gewoon hartstikke in orde. Yvonne die heeft er ruim een half jaar in gereden, ook gewoon met de kids en zo. Het ding start altijd, is super zuinig, weegt niks. Wegenbelasting, verzekering, allemaal lage kosten.
Maar hij doet het gewoon altijd. Je zit droog-achtig. Nee, echt serieus, gewoon een prima dingetje. Wat gewoon echt nog makkelijk een halfjaartje mee kan. Als je er een klein beetje normaal mee doet. Je kan er natuurlijk ook gewoon misbruiken en mee springen en door het land. Dan haal je dat half jaar waarschijnlijk niet. Of misschien wel. Het ding is gewoon prima en hij mag weg. Maar eigenlijk vind ik hem al bijna te leuk om hem weg te doen. Vooral de reacties, ja. Die blijven maar binnenkomen. Ik blijf maar een tijd door. Ik blijf maar berichtjes krijgen van, goh, ontzettend gave advertentie. Echt gewoon duizenden keren bekeken en gereageerd. Het is gewoon echt superleuk. En eigenlijk alleen maar voor de Peugeot 106. Misschien moet ik hem toch houden als contentauto. Wat denken jullie? Dan heb ik natuurlijk die laptop geüpgraded. Dat is best goed gelukt. Ik ga je even laten zien hoe lang het eerst duurde om op te starten. En het videootje nadat hij helemaal opnieuw geïnstalleerd is. Hoe lang het nu duurt. En ja, kijk zelf maar naar het verschil. Nou, dit is dus voor de upgrade van het geheugen en de SSD-schijf. En mijn Windows 8. Het stukje wachtwoord zal ik even een beetje blurren. Was iets langer wachtwoord, dus pakken we daar 5 seconden extra voor. Moet lukken. Komt-ie? Nou, gaan we het wachtwoord even intoetsen. Natuurlijk niet laten zien voor wie die is. Waar zei? Niet zo heel belangrijk, we zien toch niks, maar kijk hoe lang het duurt. We zijn bijna 2 minuten onderweg. Ja hoor, hij is er. Nou, 2 minuten en 23 seconden. Nu gaan we over naar de upgrade. Nou, en dit is na de upgrade. Dus ik ga hem aanzetten en dan gaan we hem timen. Kijk maar mee. Dus SSD en van 4 naar 8 gig RAM. Let op. Hoppatee. Ik heb even makkelijk wachtwoord erin gezet. Gaan we zo meteen natuurlijk wijzigen. Maar om het handig. Kijk, 10 seconden. Wachtwoord. Oh. En go. En klaar is die. 18 seconden om op te starten. Prima resultaat. En met die beelden zijn we aangekomen bij het einde van deze vlog. Vergeet niet te abonneren. Volgende week, als het goed is, een hele leuke challenge. Daar kan ik nog niet te veel over zeggen, want we zouden hem eigenlijk afgelopen week doen. Maar dat is niet gelukt. Sophie die werd ziek. En ja, dan kun je niet challengen. Ja, vergeet niet te abonneren. Zie ik jullie volgende week donderdag om 5 uur weer. Later!